Welkom bij B2S Television. Deze week nieuws over Trilogy, de Euphoria release en een interview in verband met Decibel met Psychopunks. The word is out. Eindelijk is er bekendgemaakt wie Trilogy 2013 gaat hosten. Dit jaar zullen Frontliner, Adaro en Party Razor ervoor gaan zorgen dat het weer een knallende editie gaat worden. Alle informatie, de support acts en natuurlijk de trailer van dit spektakel is nu te zien op b2s.nl/trilogy. Op 28 september is het weer tijd voor Euphoria. Van over de hele wereld komen top DJ's het publiek in de 013 in Tilburg voorzien van de meest euforische hardstyle tijdens deze Global Takeover editie van Euphoria. Wil je alvast in de stemming komen? Kijk dan nu naar de trailer op b2s.nl. We love this life! Dit jaar staan we voor de vierde keer op Decibel. Decibel is altijd een super vet feestje, altijd super warm. In ieder geval de afgelopen keer was niet te doen. Dat was het Deci Hell. Ja. We hebben 2 keer ermee gestaan. Vorig jaar stonden we in de Euphoria. En het was zo warm en dan sta je ook nog in de tent, dus dan gaat het broeien. Ja, het was na onze set, viel ik bijna neer. Maar het was vet en het publiek ging keihard los. Ja, het is wel 1 keer zo warm geweest. Ja, daarvoor was het ook heel warm. Ja. Ja, volgens mij was het elke editie dat wij hebben gestaan wel vrij warm, hè? Ja. Het is nooit kut. Het is gewoon een goede week altijd. Volgens mij heeft Decibel de beste festivalweek uitgekozen die er is. Ik ging vroeger naar Decibel als partyganger. Toen was ik een jaar of 17, mocht ik eigenlijk nog niet naar binnen. Ja, veel dat soort feestjes, clubs, Matrix kwam ik dan vroeger heel vaak. Daar hebben we elkaar ontmoet. Daar hebben we elkaar zelfs ontmoet ook. Ja. Dat was echt ieder weekend of iedere maand was daar echt een leuk feest. Accelerator bestaat nog steeds trouwens. Dus wij zijn ook keiharde partygangers geweest vroeger. Zijn we nog steeds een beetje. Daarom blijven we ook hangen. Ja, dan was het ieder weekend was het gewoon los. En in Nederland is er eigenlijk altijd wel een feestje. Nu gaan we nog steeds ieder weekend los. En dan zou ik nog steeds ieder weekend altijd wel een feestje. Maar nu staan we aan de andere kant. Dus, Maar ik vind het ook wel leuk om ook af en toe even ertussenin te gaan staan. Daarom, bij een weekend als Decibel gaan we ook lekker naar huisje. En dan blijven we het hele weekend voor alle areas checken. Van de techno tot de hard techno tot de hardstyle tot de hardcore. En dan lekker knallen. Ja, B2S is een organisatie die ons vanaf het begin af aan heeft opgepikt. En toen mochten we in de kleine zaal van Euphoria draaien. Dat was eigenlijk op het begin van onze carrière. En toen stond die zaal gelijk helemaal vol. Toen hebben ze ervoor gekozen om ons gelijk die zomer op Decibel Mainstage te zetten. Dus we hebben vanaf het begin een hele goede relatie met B2S en voelen we ons heel fijn mee. Wij vinden de line-up echt super vet. Dat er ook mensen zijn die wat nieuwer zijn voor ons en die wij eigenlijk eerlijk gezegd nog niet kennen. En dat het wel cool is dat die jongens ook de kans krijgen om meteen op een dikke Euphoria stage te staan. En natuurlijk Noise Controllers, daar zijn we bekend mee. En, Randy is ook Randy. Een goede vriend van ons. Code Black is natuurlijk heel goed bezig op het moment. Dus, en natuurlijk MC Villain, altijd de beste host die je maar kan hebben. Dus gezellig wordt het zeker. Het is super vet dat we dit jaar weer op de pre-party staan. We hebben de afgelopen 2 jaar ook gestaan. En het vet van de pre-party is dat iedereen dan net op het feest aankomt en vol goede moed fucking hard losgaat. Dat geft altijd echt een leuk begin van deze weekend. Je kunt gewoon merken dat mensen er echt zin in hebben. En dat merk je ook gewoon in het gevoel van het publiek af, op de pre-party al. Dat mensen nog een heel weekend voor de boeg hebben en dan dat is toch nog extra energie. Nou, we zien jullie allemaal op 17 augustus op Decibel. We hebben er zin in. Wij blijven het hele weekend, dus blijven ook lekker plakken. En dan komen we elkaar misschien nog wat tegen en dan kunnen we een mooi feestje van maken. Gezellig.